Welkom bij een nieuwe In Gesprek Met. En daarin praten we met Gerard Haasnoot. Hij was oud locatieleider hier van de Visserijschool aan de Zuidstraat. En met hem gaan we in gesprek. Meneer Haasnoot, dank dat u ons in deze prachtige locatie van de Visserijschool Zeevaartschool aan de Zuidstraat wil ontvangen. Want sinds wanneer is deze school hier nu gevestigd? Want het is de oude gemeentewerk, hè, hier. Ja, dat klopt. Oude gemeentewerf, maar wij zijn hier sinds de krokusvakantie, dat is eind februari, begin maart, zijn wij hier naartoe verhuisd. En bevalt het? Ja, fantastisch. Ja, ja, dat is zeer mooi. U bent een echte Katwijker. Ja, ze zeggen ook een bekende Katwijker, heb ik vernomen. Ja. Waar bent u geboren en waar heeft u uw jeugd doorgebracht? Nou, waar ik geboren ben, dat is in de Ligussenstraat. 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 En ik ben wel voornamelijk opgegroeid Koninginnenweg. Koninginnenweg. Dus op 5-jarige leeftijd werd het daar herbouwd. Mijn vader die had een melkzaak, een melkhandel. Samen met moeders natuurlijk en vaak ook de rest van het gezin. En het was veel helpen natuurlijk? Het was veel helpen, ja. En dat zal wel bekend zijn van iedereen, ja, die uit een gezin komt. Middenstandsgezin komt. Ja, dat klinkt mij bekend in de oren. Dat noemden ze middenstand. Middenstandsgezin, ja. Ja, dat had nog een bepaalde toonhoogte ook, ja, eigenlijk. Maar nou, het was hard schappelen voor elk dubbeltje en elk seintje. Maar ik ben daar opgegroeid, Koninginnenweg. Mijn ouders zelf, die hebben daar voor de oorlog ook tegen de kerk aangewoond, maar toen is dat afgebroken. En na de oorlog, in de wederopbouw, werd het dus Koninginnenweg nummer 10. Daar had je een melkzaak en daar woonde gezin Haasnoot, een warm gezin. Ja, ja, het was broers en zussen? Broer en zus, zeven. Zeven? Zeven bij elkaar, dus vier broers en nog drie broers en nog drie zussen. Allemaal nog in leven? Of? De oudste is overleden, mijn oudste broer. Ja. Goede jeugd, mooie jeugd gehad? Prachtige jeugd gehad, ja, fantastisch. Nogmaals, een warm gezin. En, Uw ouders wilden dat u ging werken eigenlijk in de zilverfabriek in Voorschoten. Waarom? Nou. Hoe is dat gegaan? Ja, nou, dat is eigenlijk een ander verhaal. Ze wilden graag dat wij gingen doorleren. Ja. Dat hoorde er ook helemaal bij. Ga zien dat je doorleert en dat je dan later wat beter in de maatschappij terecht komt. Ik ging naar goed de Mulo. Schreven van uw ouders trouwens, dat jullie de kans kregen om door te leren. Alleen, ik waardeerde het niet zo. Dus ik ging naar de Mulo en ik vond het wel aardig daar, gezellig. Maar ik voerde eigenlijk weinig uit. U was niet zo'n goede leerling? Ik kon de draad niet oppakken en ik stond er veel buiten. En uiteindelijk, toen moest ik het over gaan doen. En toen was het, ik kon ook gaan werken, dat kon toen. Want die had toen ook 7e en 8e leerjaar. Ja. En ik kon gaan werken, dus ik koos voor Lamai mijn werken. En via kennissen die op de zilverfabriek werkten, kwam dat toen te sprake. Ik was ook altijd een beetje aan knutselen en aan doen. Dus ze dachten, hij is wel een beetje handig met zijn handen. Laat hem daar maar een opleiding gaan volgen. En hoe lang heeft u dat gedaan? Een jaar. Een jaar. En toen was het klaar? Ja, toen was ik er wel klaar mee. Maar dat kwam eigenlijk... Ik kreeg vakantie en 14 dagen was dat nog. Dat was toen al heel veel eigenlijk, in die tijd. 14 dagen. Maar ik ging gelijk mee met de Katwijk 28, de reisbediant. Ja. En zo is dat eigenlijk gegaan dat u belangstelling kreeg voor die visserij? Nou, dat lag toch al eerder. Ja? Ja, als 11-jarig jongetje ging ik met mijn zwager mee, Jan Ouwehand. Ja. En die was stuurman op de Katwijk 115, de Astra. Ja. En daar maakte ik dan mijn eerste prentenreis. Prentenreis, want dat woord kende ik niet. Ja. En dat is eigenlijk zo'n eerste gebeuren dat u met zo'n visserijboot gaat. Of men gaat dan met een vissersboot mee. En dan word je misschien enthousiast voor die visserij. En dat noemen ze dus een prentenreis. Dat noemen ze een prentenreis. Het is eigenlijk een vakantiereisje. Het was het uitje van een scholier, een lagere scholier. In de zomervakantie. En ik denk dat in heel veel gezinnen dat ook een beetje verlichting gaf. Want als het een kinderrijk gezin was, dan waren er dus een paar met schip mee. Ja. Veelal gebeurde dat dus dat de vader zijn zoontje meenamen. Maar in dit geval dat was ging het... ging eigenlijk vaak van vader op zoon natuurlijk. Ja, was het mijn zwager die mij meenam. Ik was trouwens nogal klein van stuk. En toen maakten ze zich al zorgen. Ik had een viskist nodig om door het raampje van de brug te kunnen kijken. En moeders die zag dat echt niet zitten, dat jongetje meeging. Maar het is gebeurd.
U was dus verknocht aan de visserij. Bent u toen na die periode in Voorschoten gelijk gaan varen of heeft u eerst een opleiding gevolgd? Nee, ik ben teruggekomen. Van vakantie moest ik weer aan het werk. Ik ben gelijk doorgegaan naar de bedrijfsleider en gelijk mijn ontslag ingediend daar en ik ging varen. Ja. Nou, en die man die keek me zo eens aan. Die dacht, ja wacht, wat overkomt mij eigenlijk? Er zit 3 turven hoog en ik moest dan wel een sollicitatiebrief schrijven. Ik zei, nou kan ik dat hier doen? Dus die schreef me ter plekke, een ontslagbrief. Ja. Ik schreef me ter plekke. En ik was met 14 dagen was ik eigenlijk daar weg. Ja. En op de Katwijk 28 kwam een steverij, omdat daar een jongen van boord ging. Die kon ik mooi invullen en op die manier rolde ik daarin. Ja, dat was dus een vissersboot, maar ik heb ook begrepen dat u ook op de wildervaart hebt gezet, de koopvaardijschepen. Ja. Komt dat weer daarna? Dat komt daarna. Die hele visserijperiode. Van huis uit hebben ze me dus altijd gepoest om te leren. Dat deed ik niet, maar toen kwam ik erachter. En dat gebeurde vooral door de duistere stormachtige nachten en de kou. Yeah. Dat ik dacht van, ja, als ik dit nou mijn hele leven zou moeten doen, is dat de verkeerde keus. Yeah. Want die stond aan dek en het was niet zo van, blijf jij maar binnen. Nee, je mee aanpakken. Je wil varen, dan zal je varen. Het waren barre tijden. Nou ja, barre tijden. In mijn ogen, ja, toen wel. En ik zag toen toch die koopvaardijschepen voorbij varen op de winterdag. En die hadden het toch wel bijzonder fijn aan boord hoor. Ja. Niemand aan dek. Het vroor niet daarbinnen en het was lekker warm. En dat trok, dat ging mij trekken. En waar ging dat dan allemaal heen op de wildervaart? Nou, ik moest eerst weer terug naar school. Ja. Dus ik ben eerst naar de visserijschool gegaan. Ik ben motordrijversdiploma gaan halen. En van daaruit ben ik verder gegaan, ben ik naar de school voor scheepswerktuigkundigen in Scheveningen gegaan. Ja. Heb daar een diploma gehaald, VD, en vervolgens ben ik dus bij Van Nieuwe Goudiedan gevaren. En die zat met zijn schepen Rotterdam-Zuid-Amerika-lijn en de Wilde Vaart. Dus dat ging eigenlijk over de hele wereld? Ja, dat ging over de hele wereld. Je kon op een lijndienst, ik heb daar dat bijna niet meegemaakt, die lijndiensten. Het was veelal, je vertrok of je vloog ergens heen en dan wist je na 6 maanden wist je dus niet waar je overal geweest was. Zoveel havens, zoveel verschillen. En was dat eigenlijk de mooiste tijd uit uw leven? Misschien met ik vond het een fantastische tijd. Ja. Het boeide me altijd en zeker wereldwijd wat je ziet en al die indrukken die je opdoet, dat was heel bijzonder. Ja. Ja. Opleiding gedaan, de wilde vaart, maar u wilde toch weer terug aan de wal op een gegeven moment. Toen weer verder geleerd in de scheepswerktuigkunde? Ja, die opleiding van scheepswerktuigkunde die bestaat uit een flink aantal diploma's. Dus tijdens het varen ga je weer met studieverlof en weer varen, studieverlof, vaartijd opdoen. En steeds kom je dan in een hogere rang aan boord van een koopvaardijschip te varen. Dat was eind 1980 ongeveer, toen besloot ik om het laatste af te maken en aan de wal te gaan. Dat had ook te maken met de reizen. Reizen 6 maanden. Misschien inmiddels een vrouw. Anderhalve maand thuis. Nee, mevrouw, die was een goede zeemansvrouw. Okay. Is nog steeds een goede zeemansvrouw. Okay. Ja, die zei daar. Die kon daar goed tegen. Okay. Ja. Ja, ik had het ook wel eens van tevoren gezegd hoor, van ik stop niet met mijn vader hoor, als je dat wil. Want daar had ik zoveel ellende van gezien, van die gasten die noodgedwongen stopten. Ja. Dus ik krijg het nu altijd op mijn brood terug van, ja. Ik ben gestopt. Maar ze was een hele goede mansvrouw, moet ik wel zeggen. En zij deed dat heel goed. Maar dan komen de kinderen en dan wordt het toch, die lange reizen, dat ga je dan opbreken. Je wilt er meer van zien. Ja. Ja. En de opvoeding natuurlijk meemaken ook van de kinderen. Ja. Hoewel, toen ik stopte, was het niet zo dat ik ineens volop met die opvoeding van de kinderen bezig was. Want toen gebeurde er ook van alles dat je bezig bent met je werk. En toen kwam ik er eigenlijk achter van, als je in de wal werkt, dan valt het als man ook zwaar tegen wat je daar eigenlijk in doet. Want u ging bij een olieraffinaderij werken, ja. Mobiel. Ja. Dat was ook, een technische functie? Het was een technische functie, dus het was in de afdeling maintenance, het onderhoud van de raffinaderij. En die hadden daar verschillende afdelingen. En dat ik was in Rotterdam? In Amsterdam. Amsterdam. In 1966 was daar een raffinaderij gebouwd in de ontwikkeling van het Havens West. En daar ben ik toen gaan werken in onderhoud. En had dan daar te maken vooral met aannemers die het terrein opkwamen. Ja.
Daarna werd het dus het onderwijs. Ja. Hoe bent u daar dan ingerold in dat onderwijs? Nou, Mobiel die ging de raffinaderij sluiten. Die was te duur. Wat moet je je voorstellen? Die ruwe olie die werd van Rotterdam naar Amsterdam via een pijpleiding gepompt. En op die manier werd die raffinaderij voorzien van zijn ruwe olie. Dat werd steeds kostbaarder. De raffinage werd dus kostbaarder. En toen hebben ze daar dus over besloten van, dan gaan we daar stoppen. Raffinaderij ging dicht en toen was het minder aantrekkelijk voor mij. Er bleef een tankerpark over en ze hadden nog wel binnen de organisatie ergens anders voor mij een functie, maar ja, dat vond ik niet leuk. En in Scheveningen kwam een vacature vrij. Onderwijs, maar goed, onderwijs. Moest je ook, neem ik aan, eerst de juiste papieren voor halen? Ik had dus mijn koopvaardijpapieren. Mm-hmm. En ik moest wel pedagogisch didactisch diploma moest ik gaan halen, dus dat heb ik gedaan. En daarna ben ik nog een extra opleiding gaan volgen, die was in Amsterdam. Dat was een verdieping in de scheepswerktuigkunde. En dat kwam mijn vak helemaal te goed, ja. Dus dat was erg mooi. U wel een keer gezegd van ik ben geen wonder voor de klas, maar ik heb het altijd wel kunnen rooien. Ja. Hoe moet ik dat zien? Ja, nou, je zit met een klas jonge gasten natuurlijk en dan moet je dat toch proberen ook in het gereel te houden. En je moet ook kennis overdragen. Ik worstelde altijd wel en tot het laatst toe. Maar hoe doe je dat nou? Ja. Hoe breng je dat nu over? Want dat is ook een gave natuurlijk om dat over te brengen op de jongeren natuurlijk. Toch? Ja, daar moet je ook aan werken. Daar moet je ook aan werken. Het is niet alleen een talent, daar moet je veel tijd in steken. En dat voel je zelf aan in de klas. Als je iets aan het uitleggen bent, dan voel je al heel snel aan het land of het land niet. En dat is steeds een zoeken. Nou, en tot het eind toe, kan ik wel zeggen, ben ik daar altijd mee bezig geweest. Het werd niet voor mij zomaar het uit het hoofd geleerde verhaaltje. En altijd met voorbeelden. Alleen, we hebben nu natuurlijk het gemak. En dat is in deze nieuwe vestiging. Je hebt je laptop bij je en je bent iets aan het uitleggen. Je gaat via internet naar het bedrijf. Je kan het gelijk laten zien. Prachtigste mooie beelden. En anders was het echt handen- en voetenwerk. Ja. In de begintijd was dat met die overheidsietjes. Ik zat hele brandstofpompen zat ik uit te knippen. En dan kon je plunjertje bewegen en knipje. Ja. Maar ja, nou ga je naar internet en dan zie je hem prachtig in 3D zie hem tevoorschijn komen. Ja. Ja, dus je bent ook wel meegegroeid in de techniek met lesgeven. Ja, dat moet je. Je kan daar niet in achterblijven. Nee. En er is wel heel veel basisstof, maar daar bouw je een opleiding mee op. En ik moet zeggen hoor, voor ons is het alleen eigenlijk hier in de school ook, wij heien. Maar het gebouw wordt toch aan boord gezet hoor, als je eenmaal in de praktijk zit. Ja. Ja. Via die visserijschool in Scheveningen, de middelbare school voor scheepwerktuigkunde, als ik het allemaal goed heb genoteerd. Kom je dus in Katwijk terecht en die visserijschool in Katwijk, die had het toch wel behoorlijk moeilijk. Heeft het ook behoorlijk moeilijk gehad. Want ik heb begrepen dat in 1998 is het zelfs een jaar dicht geweest. Hoe moeilijk was dat destijds hier in Katwijk? Ja, hij is verplaatst. Hij is toen verplaatst naar IJmuiden toe, vanuit Katwijk naar IJmuiden. Dus waarom? Dat zal te maken gehad hebben. Dan moet ik bij een andere organisatie gaan kijken in de boeken. Dat zal volgens mij te maken hebben met het aantal leerlingen en de bekostiging van het onderwijs. Dus als het aantal leerlingen afneemt, en dat was toen wel aan de gang, dan wordt de bekostiging steeds duurder. En dan gaat een onderwijsorganisatie zeggen, ja, dat kunnen we veel beter dan naar ons toe halen en het daar gaan doen. Ja. Maar dat betekende ook gelijk dat het aantal leerlingen, wat nog voor de visserij koos, dat daalde naar nul. En daar kreeg ik signalen van. Ik heb mijn ogen en mijn oren open en je loopt een dorp en je ziet dan ineens dat gaat niet goed met die beroepsgroep. Ja. En dat ging me aan het hart. De visserijschool die valt nu onder het Scheepvaart- en Transportcollege. Wat is er dus in de loop der jaren allemaal gebeurd hier en geïnvesteerd? Want er is ook hier heel wat geïnvesteerd hier aan de Zuidstraat. Dat klopt. Het is eerst opgestart in de oude visserijschool. En dat hebben we nog tot dit jaar gedaan. Dat was aan het Rijnmond, hè? Aan de Rijnmond. Maar daar werd het toch te klein en het was te oud. We konden daar niet uit de voeten. We konden daar niet al onze opleidingen geven. Want je moet bedenken, wij wilden ook koopvaardij opleidingen gaan geven. Nou, dat kon daar ook niet. En dat resulteerde, nu wij hier zitten, dat we zowel voor de visserij als voor de koopvaardij. Het is echt uniek
dat we nu twee verschillende stromingen hier op Katwijk hebben. Dat is heel uniek. Ja, waar in andere plaatsen scholen sluiten, hebben wij hier een florerende visserij- en zeevaartschool. En dat is voor de Katwijkse jongeren een hele mooie keuze om voor een fantastisch beroep te gaan kiezen. Dus en de visserij en de koopvaardij. Ja. Dat is het unieke hier nu aan Katwijk. Ja, en dat geven wij hier dus ook in drie niveaus. Dat is ook nooit geweest. Dus niveau 2, dat is dichtbij. Dat is binnen 30 mijl van een haven. En dan krijg je niveau 3. Dat is verder weg en heeft dan te maken met voorstuwingsvermogen en de grootte van het schip. Dat is de Noordzee, het kanaal en rondom. Dat je dan als schipper of als eerste machinist mag varen. En dan hebben we niveau 4 en dat geeft wereldwijde vaarbevoegdheden. Dus op al onze de grootste schepen die we hebben. En die koopvaardij, dat is ook zo. Die zijn ook in die niveaus verdeeld. Nou, inmiddels is die prachtige school, om het te zeggen, want het is een prachtige school. We hebben het gezien en we gaan nog wat beelden van de leerlingen uiteraard laten zien. Hier aan de Zuidstraat. Maar hoe populair is nou het onderwijs, het visserijonderwijs, de koopvaardijonderwijs? Want komen er veel leerlingen op af? Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Hè? Dat geeft natuurlijk ook het bestaansrecht van deze school natuurlijk. Sinds wij hier gestart zijn, is dat aantal aanmeldingen bijna verdubbeld. Want dus, hoeveel leerlingen heeft u hier? We zitten nu met een klas van rond de 21 koopvaardij en 16 visserijleerlingen. Dat is het eerste jaar. Dan hebben we nog een tweede jaar en een derde jaar. En het vierde jaar wat stagevaart. Leerlingen komen hier binnen met ik wil op een vissersboot of een koopvaardij, in de koopvaardij. Hoe gaat dat? Want zo'n leerling die kan hier ook een keuze aan maken. Die kan hier een keuze maken, maar het niveau wat hij afsluit, dat heeft dus te maken met het ingangsniveau. Dus is het een theoretisch geschoolde leerling, dan zal hij dus voor niveau 4 kiezen. En is hij wat meer praktischer ingesteld, dan zal hij eerst beginnen bij niveau 2 of niveau 3 en gaat dan daarna door voor dat hoogste niveau. Ja. Wij proberen het wel altijd zover te krijgen met ze dat ze ook die keuze gaan maken. En als een leerling hier binnenkomt, dan kiest hij misschien in eerste instantie misschien ook voor de brug, om het zo maar te zeggen. En misschien niet voor de techniek. Hoe gaat dat? Nou, gelukkig zit er een stage in de opleiding. En die stage, dan gaan vaak bij heel veel leerlingen gaan de ogen open. En dan zien ze ook dat vooral de brug is heel erg mooi. Henk Braam, we staan hier bij de instructorsconsole van de simulator. Wat zien we hier? Nou, dat klopt. Dit is het beeld. Dit is een simulatie van een stukje Scheveningen aanlopen. Er staan hier meerdere schepen in. Dit zijn wij, of de jongens op de simulator. Ja. Dit is een schip. Dit is een schip en dit is een schip. Die zijn er ingezet. Dat heeft dan een moeilijkheidsgraad. Als de jongens Scheveningen aanlopen en dan komt straks ook nog een schip. Die komt daar uitvaren. En dan moeten de jongens, de eerstejaars moeten het beeld interpreteren wat er eigenlijk gebeurt. Zijn ze wat verder, dan kunnen ze dat beeld, dan moeten ze uit gaan wijken. Wie moet er wel aan het wijken? Moeten ze het schip eerst voorlaten of gaan hun zelf voor? Dat leren ze allemaal op die simulator. Jij kan er dus in die instructies, kan jij dus allerlei schepen in de inzetten? Ik kan alles instellen, ja. Henk, nu staan we dus op de brug zo gezegd. Ja, we hebben nog niet simulator. Het verre gezicht. Nee, dat moet nog ingelaten worden. Ja. Maar hier alle apparatuur, wat zien we? Ja, nou, we hebben hier een radarbeeld. We hebben twee verschillende radars. Altijd een backup radar. En hierop zien we de schepen die ik net aanwees, die zien we hier varen. Deze is Scheveningen uitgekomen en deze steken over. Hier hebben we een echoloot, die zien we het bodemverloop. Een echoloot voor het bodemverloop? Ja, bodemverloop. En deze kan gelijk dienen als netzonde. Dus op het net kan deze ook geplaatst worden en dan geeft hij weer wat er in het net gaat komen. Hier hebben we een manoeuvreerconsole. Een manoeuvreerconsole? Ja, hier staan je gegevens over je snelheid, je draaisnelheid. Als ik naar stuurboord ga, dan zie je hem uitlopen, dat betekent dat je roer gaat geven aan de stuurboord. Je ziet je koers zie je ook gaan veranderen. Hij gaat gelijk reageren. Ja. Dit zijn twee elektronische zeekaarten, onafhankelijk van Maxi. Die worden ook nog ingeladen. Dit is een andere frequent echoloot. Dit is je visplaatje. Je kan ook vissen. Dit zijn je vislieren en dan kan je ook vissen. En dan zie je hier je beeld komen wat je eigenlijk aan het doen bent. We hebben twee soorten sonars. We hebben een trekkrachtmeter en een andere radar.
Je kan eigenlijk volledig vissen met deze simulator. Ja, hoe lang is men nou bezig om zo'n om dit gedeelte van de opleiding onder de knie te krijgen? Eind van het eerste jaar moeten ze al de basisbegrippen echt wel goed kennen. Dat kost wel tijd. Over varen, simulator en de radarbeeld interpreteren, dat kost gewoon wat tijd. Ja. En daar moet je vissen, dus... de snelheid waarmee ze moeten vissen, het uitzetten halen, wat voor soorten, waar vissen, welke bodemsoort, dat vergt toch wel wat tijd. Ja, en daar moet je, daar moet je echt praktijk, een goede opleiding voor hebben. Ja. 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 Dat moet echt duidelijk uitgelegd worden, ja. Dat vergt gewoon wat kennis. We staan hier bij de kaartentafel. Ja, daar begint en staat alles mee, of niet? Ja. Ze moeten natuurlijk wel basiskennis. De kaart kunnen lezen. Ja, ze hebben een beeld op de radar, ze hebben elektronische zeekaart. Maar mocht die elektronische zeekaart mocht die uitvallen, dan moet je altijd natuurlijk, zeker als een goed moet je kunnen navigeren waar je zit. Ook zonder elektronische hulpmiddelen. Nou, zoals je net hier ziet, zaten we hier ergens in dit gebied. Je ziet in Scheveningen, we moeten hun positie in die kaart kunnen zetten buiten GPS. We vertrouwen tegenwoordig best wel veel op GPS. Ja. Maar in de basistechnieken wordt ook geleerd dat ze dat ook zonder GPS kunnen. En is dat dus moeilijk? Nee, dat valt op zich wel mee. Ja. Ja, dat zijn wel de basisbegrippen. Alles begint bij een kaart. Of het nou elektronisch is of papier, het is en blijft dezelfde kaart. Ja. En daar begint de basiskennis op papier. Leren ze dat het eerst trouwens? Ja, altijd. Dat is altijd het eerste wat ze leren. Nou heren, we gaan gelijk verder met pagina 17 waar we gebleven waren. Een minuut is wederom onderverdeeld in 60 secondes. In de navigatie rekenen men echter niet met secondes, maar is een minuut onderverdeeld in 10 gelijke stukken van tienden van minuten. Zo is bovenstaande hoek bijvoorbeeld 12 graden 30 minuten en 2 tienden. Uit te spreken was 12 graden 30 minuten en 2 tienden. Nou, we zitten weer eens in de schoolbank. Dat is voor mij ook weer helemaal nieuw meneer Haasnoot. Ja, van... In de klas. Voor mij ook van deze kant af. Ja, van deze kant af. Stond... altijd voor het bord natuurlijk. Ja, en wat helemaal bijzonder is, ik zit hier in de nautische klas. De nautische klas? Ik zit in de nautische klas. Dit is een... hier krijgen ze nautische lessen. Nautische lessen? Ja, dat is voor mij toch wel heel bijzonder vreemd, want ik geef alleen maar die techniek. U zit meer in de techniek, ja. Ja, maar ze leren veel van de technische mensen, hoor, de nautische mensen. Dus dat is erg goed dat ik een keer daarin zit ook. Dit is een eerste klas, om het zo maar te zeggen? Dit is een eerste klas, ja. Dit is de visserijklas, visserijopleidingen. En deze mannen die gaan dus voor SW6 en SW5, als ik het goed heb. Hè. Dus deze mannen hebben dus ook al de keuze gemaakt, dus ook echt voor de visserij. Ja, want die moeten ze ook maken. Zij krijgen dan ook gelijk die vakken van visserijkunde. Wat hier ook gebeurd is, dat in het visserij, in het boetlokaal, zoals wij dat noemen, waar zij de praktijk visserijkunde krijgen, daar leren zij ook gelijk netten ontwerpen. Maar er wordt ook gekeken van, hoe zit nou een net in elkaar? En met gegevens van de vloot wordt hier ook gekeken naar, waarom werkt dat net nou op deze manier zoals het werkt? En wat kan je erin verbeteren? Dus er vindt hier ook nog, tussen aanhalingstekens, ook nog wel onderzoek plaats naar hoe dat nou zit met die netten. Want het is een hele ingewikkelde materie. Maar ook in die hele techniek, er gebeurt van alles. En je bent altijd met allerlei zaken bezig die je ook thuis nog kan gebruiken. In je technische werkzaamheden. Dus je bent dan echt als een doener bezig. En dat boeit je dan. En kiezen ze dus ook voor de machinekamer. Machinekamer simulator, daar staan we hierbij. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, natuurlijk een simulator voor de machinekamer, maar hoe werkt het? In dit programma, daar zijn dus een aantal machinekamers in ondergebracht. En hierin kun je dus allerlei storingen en fouten in maken die de leerling op moet lossen. Dus net als het echt bedrijf, er gebeurt iets en hij lost het op. Je krijgt alarmen, het kan geëvalueerd worden. Dus van de meest eenvoudige tot de meest gecompliceerde machinekamer komt hierin voor. Verder zit hier ook nog een ladingprogramma in, waarmee je dus de grootste tankers kan laden. Dus dan gaan leerlingen meer naar de techniek aan toe? Dan gaan ze naar de techniek. Want op de brug, ja, dat is inderdaad, het zicht is natuurlijk prachtig, maar het is eigenlijk allemaal computergestuurd. Ze bedienen veel meer de computer, ja. Ja. Computergestuurd, er staat altijd nog een verantwoordelijke man die over die computer waakt. Maar hij zal dat goed aan moeten sturen. Ja, en in zo'n machinekamer, als er een motor uitvalt, dan moet er gelijk gerepareerd worden. Zeker. Je moet het repareren. En dat gebeurt ook als er op de brug iets kapot is, komt die man van beneden ook vaak naar boven. Om daar te assisteren en te helpen of om het op te lossen.
Dat proberen ze natuurlijk altijd. Er is tegenwoordig wel beter contact met de wal. In mijn tijd was dat niet. Nee. De brieven van mij die waren 3 weken onderweg, ja, en nog eens 3 weken wachten op het antwoord. Tegenwoordig maar nou een mailtje of een sms'je. E-mail en ja, via de satelliet en ja, dat gaat heel goed. Dus je kan vaak ook makkelijker met de fabrikant kan je daarover discussiëren. En het is zelfs zo dat er systemen zijn, dan logt ook iemand in aan de wal. In bestanden of in programma's, van besturingsprogramma's. Dan kunnen meekijken. Zij dingen meekijken en misschien ook herstellen of resetten. Ja. Nou, dat staat nu een beetje in de techniekruimte, om het zo maar te zeggen. Dat is meer uw afdeling, dit, hè? Klopt. Dit is het machinepraktikum. En het is ook het bankwerk en laslokaal. Je leert hier ook met draaibanken omgaan, breesbanken, zaagbanken. Dit is helemaal nieuw ingericht en het mooie hiervan is dat ze het nu met alle verschillende soorten van lassen mee omgaan, dat ze daarmee in aanraking komen, want dat komt ook aan boord voor. Je moet aan boord van een schip, moet je het kunnen fixen, anders heb je echt een groot probleem. Ja. Nou, de meesten die kunnen dat, maar hier leggen wij de basis, zodat zij wel wat weten als ze helemaal aan boord stappen om het aan te pakken. En hoeveel jaar doen ze hier hun opleiding, althans voor die techniek? Het is ongeveer de helft van de tijd wordt ingevuld in practica en de andere helft echt theoretische lessen. Want hier zijn ze aan het, wat zie ik hier allemaal? Nou, zij zijn bezig met een soort van project. Dat kan zijn dat zij een slof van een net moeten maken of een bok. En dan moeten ze eerst tekening maken, ze moeten een plan maken, tekening. En vervolgens de materialen bij elkaar zoeken, materialen op maat maken en dan zetten ze het in elkaar, lassen. En als er bussen in moeten, dan moeten ze die bussen draaien en op die manier goed bevestigen. Ja, ik zie bijvoorbeeld ook een motor. Ja, dat zijn 2/3-jaars. Die zijn bezig om dat motortje te overhalen. Ja. Ze hebben deze motor uit elkaar gehad. Maar ze zijn nu aan stage varen en dan komen ze straks terug naar hun stage en maken dat af. Ja, ja. Maar dit is echt een heel project. Dat doen de gasten die daar wat meer feeling ook voor hebben. Die halen dat uit elkaar en gaan kijken van wat kunnen we daar aan doen en hoe kunnen we hem opknappen. Die andere dieselmotor, dat is het model. Dat is meegekomen uit de visserijschool. En die is hier vorige week op zijn trillingvrije fundatie gezet. Ja. En die wordt nu verder afgebouwd. We hebben ook een stuk elektronica aangeschaft, dat we metingen kunnen doen aan de motor tijdens het bedrijf. En dat correspondeert weer met wat de mannen aan boord tegenkomen. Maar hij moet nu nog wel helemaal verder afgebouwd worden hier. Want hij moest trillingvrij geplaatst worden en dat is nu gebeurd. Maar bordessen moeten er nog omheen, koelwater, smeerolie, alles moet nog geregeld worden. Maar de leerlingen moeten zo'n motor dus helemaal uit elkaar kunnen halen, kunnen reviseren. Hoe moet ik dat zien? Nou, helemaal uit elkaar halen, reviseren. Wij zijn erg blij al als zij snappen hoe een dieselmotor werkt, hoe dat bedrijf is. En dat kunnen wij deze oude motor heel goed laten zien. Want hier beweegt alles nog dat is voor de leerling die nog nooit met een dieselmotor te maken gehad heeft, wel heel beeldend. We staan hier bij een draaibank. Een leerling is bezig met een bankklem, heb ik begrepen. Ja, hij is een bankklem aan het maken. Daar kan je dus, dat lijkt in de bouw op een lijmtang. Daar kan je dingen mee vastklemmen op een werkbank. En hij is nu bezig met het asje te maken waar draad op wordt gesneden, zodat je dat vast kan zetten. Die draaibank, die kom je ook aan boord van de schepen tegen. Staat er gewoon aan boord van de schepen. Draaibank, hè? Complete draaibanken. De grotere schepen zijn ermee uitgerust. Dus zij kunnen aan boord ook allerlei assen kunnen ze maken als die eventueel kapot zijn. Of dingen opzuiveren die beschadigd zijn. En zo'n draaibank is dan een fantastisch middel daarvoor. We hebben hier een compleet nieuwe set draaibanken. Dus het werkt allemaal fantastisch. Alles volgt de normen. Het in de praktijk geleerde wordt hier weer een theorie omgezet. En zoals u ziet, het bord staat hier vol met een prachtig schema. Ik zie hier eenvoudig hydraulisch schema, laaglier met rem. Dat heeft alles te maken met techniek. Dat heeft alles te maken met techniek. En daar zullen ze aan boord, dus mocht er een storing in zijn, zullen ze dat op moeten lossen. Maar dan moeten ze toch wel eerst de systeemkennis
moeten ze beheersen. Dus hier krijgen ze echt de theorie van de techniek? Hier krijgen ze de theorie. Dit is het technisch lokaal hier eigenlijk. Ja. Hier heb ik nog de voormalige technische lessen gegeven ook. Ook aan deze mannen het laatste half jaar. En Van Klaveren die... Dat is je opvolger, hè? Mijn opvolger. Dat is meneer Van Klaveren, je opvolger. Deze jongens weten al wat ze gaan doen, koopvaardij of visserij? Of? Dit zijn volgens mij allemaal visserijjongens nog allemaal steeds. Allemaal visserij? Ja. Ja. Waarom visserij? Waarom niet? Waarom niet? Is leuker. Ja. Krijsman zegt, vissen is een vak, hè? Ja, vissen is een vak. Vissen is een vak. Ja, dat is echt een vak. En nou ja, zij zijn ook zo gestart met deze opleiding als SW5. De koopvaardij, dat is echt de nieuwe lichting in het eerste jaar. Ja. En hoe lang moeten hun nog? Zij maken een jaar nog, hè, jullie. Jullie gaan nog een half jaar naar school en een half jaar stage varen. En dan zit het erop. Dan gaan jullie allemaal door? Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Allemaal diehards voor de visserij. Dus ze gaan door. Leren is investeren. Leren is investeren. Kijk. Leren is investeren. Dat zeggen ze nou voor het eerst. Dat voor hoor het eerst. Ik voor het eerst. Dit is wel zo bijzonder. Wat een nieuwe leerkracht allemaal niet. Ja, wat heb je gedaan, Peter? Nee hoor, dat zijn beste gasten. Maar, Succes jongens. Hoe is nu de verhouding? Leerlingen die voor de brug kiezen en voor de techniek kiezen, hoe is die verhouding? Dat was ongeveer wel de helft. De helft? Ja, dat is ongeveer de helft. Ja. Ja. Er is wel een tekort aan werktuigkundigen. Maar dat heeft denk ik ook te maken aan de andere kant. Zij kunnen dus makkelijker aan de wal, in een walfunctie terecht. En voor de brug dan is het vaak dat je meer de transport- en logistiek kant in schiet. Ja. En daar moeten dan ook wel banen zijn. Ja. Aan de andere kant moet ik wel zeggen van de brug, het is niet zo heel erg simpel hoor. Want als jij als schipper vertrekt met een schip, hij is leeg en er moet wel volgevangen worden. Ja, ja. En dat moet je wel aankunnen. Ja. En dat vergt veel van de mensen en ik bewonder ze daarmee, zeker als de visserij wat minder is. En dan toch het geduld blijven houden en toch blijven zoeken. Ja, en dan toch met een reis terugkomen. Het moet wel verdiend worden natuurlijk. Ja, een petje af wordt. En dat is binnen de koopvaardij toch even anders. Ja. Je brengt je lading van A naar B. Ja. Alle spannende elementen van de koopvaardij, die zitten ook in de visserij. Maar daar komt nog eens bovenop het hele gebeuren van het vissen zelf. Want dat is echt een vak. Dat wordt onderschat, maar het is een vak bij het leven. En ik hoef dan niet te vragen wat u mooier vindt. Koopvaardij of visserij, dat is toch de visserij dan? Neigt dat meer naar de visserij wat u persoonlijk mooi vindt? Nou, ik vind het persoonlijk spannender. Ja. Ik vind dat spannender. De koopvaardij trok mij vooral dat je wereldwijd komt en dat je dingen ziet en met andere culturen in aanraking komt. En dat boeide mij bovenmate koopvaardij. Ja. En gelukkig heb ik er altijd de kans voor gekregen. Ja. Kijk het naar die toekomst van de visserij. Hoe ziet u die toekomst van die visserij? Ik denk vooral aan vangstmethode, ecologie, de visstand, bodemberoeming, duurzaamheid, vissersvloot. Hoe ziet de visserij er in 2020 uit? Nou, hoe die eruit ziet, dan zou ik echt zo'n profetische gave hebben. Maar wat denkt u? Maar ik denk, het verbetert steeds. Ja. Nieuwe vistechnieken, het wordt steeds geïnnoveerd. Denk aan die boomkorvisserij, de pulswing. De kotter-eigenaren die investeren er echt veel in om dus ook die visserij te veranderen en aan te passen. Brandstofkosten, reductie, dat is ook een hele grote. En dan moet je van alles doen aan je vistuigen. Dus het vereist heel veel denkkracht van de mensen. Maar ze doen het wel. Ja. En dat vind ik echt het spannende erin. En de grote visserij, dat is precies hetzelfde. Die netten die worden aangepast. Die voldoen aan eisen. Als er iets in zwemt, wat al zelden gebeurt, want vissen zijn erg slim hoor. Ja. Dan zijn er nog ontsnappingsluiken in aangebracht, dat ze daar ook nog uit kunnen. Dus het is eigenlijk sporadisch dat er iets gebeurt. En hier leren ze eigenlijk het repareren, maar ook het maken van netten. Ja, Krijgsman. Wat zien we hier? Nou, dit is dus een tekening van een heel groot pelagisch net. Die wordt gebruikt door de hektroller. En van dit net hebben wij dus een model gemaakt. En dan proberen we dus aan de hand van het model inzichtelijk onderwijs te geven. Dus want de leerlingen moeten dit kunnen lezen, zo net? Ja, dat moeten ze kunnen lezen. En ze moeten dit kunnen ontwerpen, zo gezegd. Nou, ontwerpen is hoog. Aan de hand van de tekening moeten ze zo net maken? Ja, eigenlijk moeten ze dat zo net kunnen fabriceren, ja.
Want het is namelijk, het zijn hele grote mazen. Die worden met de hand gebruikt. En ja, in principe moeten ze dat helemaal kunnen. Je moet weten waar je met vist. Ja. En dat is natuurlijk afhankelijk van de visserijmethode die wij gebruiken. Maar omdat heel veel jongens van ons naar de hektroller gaan, proberen we daar toch wel wat dieper op in te gaan. Omdat, ja, tot ze het later nodig hebben natuurlijk om aan boord te gebruiken. Ja. Nou, hier zien we eigenlijk, het repareren van de netten. Ja, deze leerling is dus aan breien. Dus we beginnen bij de basis. Je moet er ergens beginnen. Dus we beginnen met breien. En daarna beginnen we dus met stukken te maken, te fabriceren. Kijk, hij heeft hier een opdracht. Die moet hij dus voldoen. Die opdrachten worden in de loop van de lessen steeds moeilijker. Dus het niveau moet steeds hoger worden. Maar het is een vaardigheid. En vaardigheden, dat is eigenlijk leren enkel door het heel veel te doen. Dus regelmatig oefenen en dan heb je kans dat het niveau wat omhoog gaat. Dus regelmatig de naald hanteren. Want op die tekening zien we eigenlijk hier hoe beschadigd zo net is. Ja. Dan zie je schade 2, schade 3, ja, dat klopt. Schade 1. Dat klopt. Wij proberen dus zeker de netten die over de zeebodem heen gaan, die kunnen nog wel eens kapot zijn. Grote stenen, een stuk ijzer, een wrak. Dan moet je dus zonder dat kunnen repareren. Nou, wij proberen dat hier op schaal gewoon na te bootsen. Dus wij bootsen dan na tot het net kapot is. En dan moet hij dus mij vertellen hoe hij dat gaat doen en hoe hij dat oplost. Wordt zo'n tekening ook dan op zee gemaakt door zo'n man op zee? Of ziet hij gelijk van oké, dat net is... Nou, meestal heeft dus de skipper heeft dus een tekening van het net. Ja. En die wordt meestal aangeleverd door de nettenmaker. En daarna gaat hij dus werken. Dus hij gebruikt dus zijn tekeningen. En op een gegeven moment, als je veel en heel lang met dezelfde netten werkt... Dus zie je eigenlijk al wat hoe zo'n net beschadigd is. En kan je daarmee aan de gang gaan? Ja, en dan kun je ermee aan de gang gaan. En als je dus twijfelt, dan pakt hij dus die tekening erbij. En dan kijkt hij even hoe zit dit en hoe zit dat. Maar als je het lang doet, dan krijg je die vaardigheden wel in het hoofd. Ja, en wat is een visserijschool zonder een fileerafdeling? Want de jongens die hier hun opleiding volgen, moeten wel vis fileren, neem ik aan. Ja, ze moeten weten met welke vissen vangen, de soorten en hoe je daarmee omgaat. En dat gebeurt dus in deze ruimte? En dat gebeurt in deze ruimte. Dus ze leren hier ook dus echt omgaan met vis. Ze hebben vis in de handen gehad en ze hebben vis gesneden. En als het goed is, als ze van school afgaan, dan kunnen ze aardig met een visje omgaan. Nog belangrijker is, ze kunnen vooral, de achtergrond is dat, de hygiëne. Ze weten hoe ze dat dus hygiënisch allemaal moeten invullen. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste misschien, ja, hygiëne. Want het gaat allemaal volgens de regels, HACCP en dat allemaal zaken die erbij gekomen zijn en die het steeds gecompliceerder maken. Worden hier in deze ruimte alle soorten vissen aangeleverd, zodat ze weten... Het is wel de bedoeling. We krijgen soms toch wel aardige soorten. We kregen een paar pakken. Dat was braam. Dat was een soort van een maanvisachtige, zo'n hele grote. Dus die zien ze dan ook gelijk. Maar ja, graag ook natuurlijk van de schepen alle soorten. We staan hier in een ruimte wat nog niet helemaal operationeel is. Maar wat natuurlijk wel gaat gebeuren. Hier worden dingen gesimuleerd. Bijvoorbeeld, dit is een stukje vriestechniek. Dit is een stukje vriestechniek, ja. Onze schepen die zijn natuurlijk met hele grote vriesinstallaties uitgerust. En je kan hier dus echt de praktijk zien van hoe zo'n vriesinstallatie nu werkt. Want ja, de hele natuurkunde die erachter zit is behoorlijk ingewikkeld. En als je dit gaat gebruiken, dan gaat dat veel sneller om dat leerproces, in dat leerproces daarvan. Ja. Hier zien we pneumatische techniek, heb ik begrepen. Hier krijgen we pneumatische besturingen, dus bediening van winzen, van alle apparatuur aan boord, het dichtsturen van afsluiters, het openen van deuren, van luiken, het bedienen van de hele verpakkingsmachines. Daar zit heel vaak ook die pneumatische besturingen in. Ja. En hier wordt ook dus vooral de basis gelegd van hoe zo'n besturing nou werkt. Dat zagen we net in het lokaal, hè, waar ze dan theoretisch mee bezig waren. Ja, daar waren ze waren met een lier bezig, een laadlier. En die werd hydraulisch aangestuurd naar hydrauliek, pneumatiek. Natuurlijk zitten er verschillen in. Maar, en dat zien ze dan hier weer terug? Ja, dat zien ze hier terug. In deze, dus dat is een hele mooie aanvulling op. En vooral dat praktische, hè, dat doen.
als ze bezig zijn, dat is nog een heel andere orde dan het in de klas als theorie. Maar als je dat dan kan matchen, dan sla je in de slag. Ja. Ja, en dat kunnen wij hier nu in deze... In deze ruimte? De ruimte allemaal doen. Dan zien we hier nog een stukje. Elektrotechniek heb ik begrepen. Ja? Nou ja, elektrotechniek is natuurlijk verschrikkelijk belangrijk. Wat er aan systemen aan boord zijn. En hier brengen we ze dus... de eerste klas die is bezig met basisschakelingen. Maar de gevorderden die gaan dus echt aansluiten van elektromotoren. En dan in de drie fasen gebeuren, die kunnen dat hier mooi oefenen. Ook dat is weer een winstpunt wat we nu hebben vergeleken met hoe we dat voorheen moesten doen. Dan was het vaak te theoretisch en dit is allemaal praktisch. Ja. En dan, dat gaat goed. U heeft 3 zoons varen in de visserij, hè, heb ik begrepen. Ja. Was dat een wens van u of is dat gewoon zo gelopen? Nee, zij moeten hun werk erin kiezen waar zij zich... Deze daarin volledig vrijgelaten, uiteraard. Ja. Jazeker, ik heb dat niet aangestuurd. Dat moet je niet willen. Want dan ben je ook nog over je graf aan het regeren. Ja. En dat is een verkeerde zaak. Nee, zij hebben eigenlijk allemaal hetzelfde prentenreizen gemaakt. Ja. Hebben kennis gemaakt. En dat is ook... Die prentenreizen met u meegemaakt? Met u mee? Ik ben ook nog mee geweest. Ja? Maar toen was ik zelf ook prenter. Ja. Dus op een gegeven moment waren er dus 2 mee. Ja. En ik was zelf ook aan boord. En dat was een fantastische reis met die gasten. Ja. En zij waren toen nog een jaar, de jongste die was een jaar of 8 en die oudere, die andere, die was toen 12 ongeveer. Dus dat was heel, heel gezellig, heel mooi en dat is blijven hangen. Ja. Maar zelf kiezen. Ja, oké. U bent 65 jaar geworden, per 1 augustus heeft u afscheid genomen van de visserijschool, maar u loopt hier nog steeds een beetje rond. Wat doet u nog, hier? Per 1 augustus ben ik officieel met pensioen gegaan. Dat moet ook. Je gaat er met 65 uit. En ik vind dat wel goed. Maar er zijn nog een aantal dingen die moeten afgerond worden. We zijn net verhuisd. Het leerlingenaanbod is zo sterk gestegen. Moeten dingen opgestart worden. Een nieuwe collega moet ingewerkt worden. Nou, wie is de nieuwe collega van dat u? Dat is de heer Peter van Klaveren uit de buurt. Ook een oud leerling van me nog. Kijk, dat is leuk. Ja, dat dus je bent die ook aan het inwerken, neem ik aan? Die probeer ik ook in te werken. Maar toch is het vaak zo, en dat gebeurt er zo bij mij ook. Als je eenmaal in die klas staat voor die leerlingen, dan zit die deur dicht. En dan eigenlijk moet je het dan maar zien te rooien. Ja. En dat lukt hem goed. Straks is het helemaal voorbij hier. En dan, wat gaat u dan nog doen? Heeft u nog hobby's? Nou, wat hobby's. Ik zit nog bij de KNRM, de plaatselijke commissie. Dat is een fantastische groep met professionele vrijwilligers. Of vrijwillig professionele, hoe je het noemen. Dat is een grandioze groep. En daar is altijd wel wat te doen. Verder heb ik nog, ik denk vanaf dat ik ben gaan filmen in 1970, heb ik nog dozen, kasten en bakken vol met foto's, filmmateriaal. Liggen van super 8 tot digitaal. Dat moet allemaal op rij. Ja. En ze zullen geen last van me hebben dat ze voor de voeten loopt. Dank voor het gesprek. Ja, graag gedaan. Het gaat u goed. Ja, dank u wel. En u ook met die uitzending. Dank u wel. Ja.